Nu is het nog een kale vlakte, maar over een paar jaar verrijst hier in Tilburg bedrijventerrein Vossenberg West 2. Een bijzonder bedrijventerrein, want de gemeente Tilburg en de provincie nemen het voortouw om Vossenberg 2 voor tenminste 75% energie-neutraal te maken. Ze schreven een wedstrijd uit om met ideeën te komen en maandag 2 maart mochten de 6 finalisten hun inzending presenteren aan een deskundige jury. 75% reductie is met bestaande technieken haalbaar en de innovatie zit hem dus eigenlijk in het proces. Hoe komt zo'n gebouw tot stand? En wij willen de ondernemer stap voor stap helpen om een duurzaam bedrijfsgebouw te maken door hem stap voor stap mee te helpen in zijn ontwerp. We hebben samen met Sinus, een ander Tilburgs bedrijf, een gebouw ontwikkeld dat in onze ogen 205% energie reduceert ten opzichte van het referentiegebouw. Dat hebben we gedaan door een aantal bouwkundige principes van het gebouw om te keren. En vandaar dat ons gebouw ook Eternity heet. E-turn, zeg maar. We hebben dat op 3 niveaus gedaan. Op het niveau van het dak, op het niveau van de wand en op het niveau van de oriëntatie van het gebouw. We halen gewoon de warmte eigenlijk direct uit de omgeving, uit de buitenlucht. Dat doen we met dat dak. En die brengen we naar binnen. We hebben daar buffertanks voor zitten, zeg maar, die warmte opslaan. In combinatie met dat we dan die warmte, zeg maar, via de warmtepomp brengen, kunnen we daarmee zeg maar, de betonkern, de betonnen vloeren van de hal activeren. Dat levert op zichzelf ook een besparing op. Wij zijn uitgegaan van een opwekking van groen gas op de locatie, dus uit GFT gas winnen. En vervolgens bij de bedrijven met zonnecellen en een warmtekrachtkoppeling, dus tegelijk warmte en elektriciteit opwekken, een heel mooi duurzaam concept weg te zetten. En wij hebben nu ingezet op 75% besparing op energie. Dus je kunt van dat GFT-afval kun je uiteindelijk elektriciteit maken, duurzaam. Als afvalproduct heb je warmte, wat je beschikbaar kunt stellen aan het bedrijventerrein. En je kunt van die warmte in de zomer ook kouder maken. Ons idee behelst het realiseren van de bio-energiecentrale. De bio-energiecentrale die zal elektriciteit produceren die voldoende is om alle bedrijven op het industrieterrein te voorzien van elektriciteit. Het projectidee is verder aangevuld met de realisatie van een bioraffinaderij, waarbij we organisch afval omzetten naar kunstmestvervangers of organisch afval omzetten naar ethanol om daar brandstof van te maken voor auto's. Het is een lastige keuze, omdat dat alle bedrijven die meedoen, die hebben eigenlijk die opereren buitengewoon ingenieus. Dan hebben ook allerlei technieken gecombineerd. Dus het is voor ons nog lastig om uit deze 6 uitzendingen in 2 categorieën een goede keuze te maken. Er zijn straks winnaars in 2 categorieën. De een mag zijn idee daadwerkelijk realiseren op Vossenberg 2. De ander ontvangt 25.000 euro stimulering en ook dat idee wordt mogelijk gerealiseerd.